Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Max van Krijveld. Ik zit hier aan tafel met Marjolein van Pargée. En we gaan het hebben over de historische achtergrond van de Big Reset. Waar komt het vandaan? Hoe zit het nu? En waar gaan we naartoe? En hoe kunnen we ermee omgaan? Maar alvorens we het gesprek ingaan, wil ik jullie heel erg bedanken voor alle donaties. Want we zitten inderdaad in de nieuwe studio. We hebben een nieuwe tafel. We hebben een aantal schermen staan. Maar we zijn er nog niet. Het is niet klaar. En we hebben nog echt donaties nodig om verder te kunnen. Want deze studio heeft nog software nodig en heeft nog een aantal technische gebreken die opgelost moeten worden. En daarnaast hebben we ook nog een enorme ruimte waar we straks jullie ook willen ontvangen voor debatten en lezingen en workshops. En die moet nog helemaal verbouwd worden. Dus mijn vraag aan jullie is, vergeet ons niet. Volg ons via de nieuwsbrief die we hebben. En like ons ook. En wees lief voor ons even met een donatie. Dan kunnen we verder. Tot zover. Nu, Marjolein, dank je wel. Welkom. Je hebt hier eerder een gesprek gehad. En dat gesprek, daar zijn toch wel heel veel reacties op geweest. We gaan het erover hebben. We gaan het over de geschiedenis hebben. En we hebben net in het voorgesprek hebben wij afgesproken met elkaar dat we het in partities verdelen. En de eerste partitie is, hoe zit dat nou eigenlijk met het kolonialisme? De westerse cultuur en economie die is geëxporteerd wereldwijd. En wat is het verband met wat we hier zien? En als we het hebben over de gebiedsdelen waar we op dit moment politiek heel veel aan hebben, dat is Canada, Australië, Amerika vanzelfsprekend, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, vergeet ik nog iets? Nee, hè? Australië. Ja. En misschien zit er ook nog iets van Israël en Japan ook nog een beetje. Maar dat zijn dus allemaal delen in de wereld die de Europese of de Westerse cultuur hebben geadopteerd. En dat zijn ook de landen die we nu op dit moment tegenkomen in alle maatregelen. En dat maakt het ook een beetje voor ons eng, zeg maar. Ik ben nu sinds een jaar of 12, 13 heel specifiek bezig met zeg maar de Nederlandse bezetting van Indonesië. En daar ben ik dingen gaan zien. En toen kwam op een gegeven moment die hele Great Reset op. En toen was het voor mij eigenlijk heel snel de link gelegd. Ik dacht, ze zijn opnieuw bezig met iets groots, met iets wereldomvattends. Maar dan is de eerste vraag, wie zijn met iets bezig? Want ik herinner mij trouwens, ik leefde toen niet, maar of misschien nog net wel. Maar de invloed van Nederland op Indonesië, dat is duidelijk. Maar hoe zie je dat? In welk verband zie je dan wat er nu gebeurt? Ja, ik heb natuurlijk in de vorige interview al wat een voorzet gegeven. Dus ik zie dat dat wat er nu gebeurt. Kijk, heel veel mensen spreken over een globalistische agenda. En dat zien we duidelijk. Dus daar hebben we geen discussie over. Maar dat zijn marketingtermen. Dus dat hoef je ze ook niet helemaal serieus te nemen. Nou ja, globalistisch in de zin dat het natuurlijk globaal is, is onmiskenbaar. Alleen het is niet iets wat nu pas gebeurt. Dus als je kijkt naar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die in Amsterdam, in Nederland. Wat Nederland groot gemaakt heeft. Dat is zo, financieel. En daar zie je dus dat was een globalistisch project. Ik bedoel, ze gingen naar de andere kant van de wereld om daar dingen te doen. Om grondstoffen te halen en zich te verrijken. Dus daarin zie ik lijnen. En het is niet... een wereldrijken komen en gaan. Dit wereldrijk, misschien zien we nu de ineenstorting ervan, maar misschien zien we een nieuwe reset. Dat ze zich opnieuw vernieuwen en op een andere manier hetzelfde kunnen gaan doen. En wereldrijken komen en gaan. Maar dit wereldrijk is dus nog niet gevallen, stel ik. En het is ook vrij specifiek in de tactieken waarmee het zich van bedient.
dat is niet bij het Romeinse Rijk zo geweest. Dus dit wereldrijk is vanaf de 15e, 16e eeuw een strategie gaan gebruiken met hele specifieke kenmerken. En dat is onder andere dat ze dus eigenlijk zelf niks hadden. Of ja, niks, maar Nederland was groot in bijvoorbeeld de graanhandel, maar niet. En ze ontdekten dus dat specerijen in die tijd, dat echt enorme financiële waarde hadden. En dat zijn ze gaan halen om die basis te leggen, om zich te verrijken. Dus in een klassiek wereldrijk had je een kern die steeds sterker werd, krachtiger werd, machtiger werd en zich aan het uitbreiden was, met als doel om steeds meer territorium zich toe te eigenen. Dat was het doel vanuit de klassieke wereldrijken. Ja. Alleen dit wereldrijk had niet zozeer als hoofddoel, we moeten meer land bezitten, maar wel, we moeten onze financiële waarde vergroten. En hoe doen we dat? Dat was in dat geval dus naar andere landen gaan, naar andere gebieden, om daar niet door handel, maar door afpersing aan grondstoffen te komen. En daar dan heel rijk van worden. Maar waar ik zie die vergelijking op dit moment nog niet. Ik ga ervan uit dat je er wel mee komt, maar ik zie dat er nu andere doelen zijn. Het gaat nu niet om graanhandel, het gaat nu niet om, uiteindelijk ook niet. Het gaat waarschijnlijk wel om grondstoffen, dat geloof ik wel. Het gaat ook om een wereldmunt, het gaat om wereldinvloed, het gaat om macht, het gaat om wellicht ook een reductie van de wereldbevolking. Zo zijn er allerlei elementen die het dan ook een big reset maken. Hè? Het is economie, het is cultuur, het is politiek, het is, noem maar op. Ja, maar ik denk dat het ook nu is eigenlijk, gaat het om het oude financiële systeem. Volgens mij Katrien Fitz legt het heel goed uit. Hè? Dat het een reset is, dat aan de basis gaat het om de reset van een financieel systeem. Het oude systeem werkt niet meer en ze proberen inderdaad nu een wereldmunt er doorheen te drukken. En daaraan vast hangen allerlei dingen die dus te maken hebben met macht over de massa. Ja. Want zo'n reset is natuurlijk, ja, het gaat om geld, maar geld is natuurlijk ook niet, is ook maar een middel, zou je zeggen. Het gaat om macht, het gaat om en invloed. En daar hangt dus macht aan vast, maar ook ideologie. En dat zie je dus ook bij die opkomst van die VOC. Het is niet alleen zomaar droge, het is niet alleen wat altijd gezegd is, dat het handel was en dat Nederland verder geen ideologische dingen zou hebben opgelegd. Ook die VOC, maar ook al die andere, Engeland, Frankrijk, noem ze allemaal maar op. En daarna dus die nieuwe machten zoals de Verenigde Staten van Amerika. Die komen ook met hun ideologie. Want anders kunnen ze die massa niet onderdrukken. Oké, maar dan wil ik toch even terug naar dus die periode. Nederland, maar ook Engeland, Frankrijk. We hebben eigenlijk met z'n drie, Duitsland niet, België bestond nog niet. Maar we hebben eigenlijk met z'n drieën hebben we zo'n beetje de wereld bevaren. Trouwens Spanje ook. Portugal. Ja. Maar we hebben dus de wereld bevaren. We hebben ontdekkingsreizen gedaan. Want de wereld bestond eigenlijk nog niet. Hè. Die wereld bestond pas toen alles in kaart gebracht was. En we ontdekten heel veel. Een van de leugens natuurlijk van dit systeem. Dat zou kunnen. Bestond natuurlijk wel. Ja, er woonden mensen. Wel. En jawel, alleen bestond. Het was niet in kaart gebracht. Het was niet volledig in kaart gebracht. Ja, voor hier. Nee. Maar dat wil toch dat is toch geen graadmeter? Als wij hier achterlopen en nog niet weten hoe het daar in elkaar zit. Eens. Dan bestaat het wel. Eens. Ja. Maar even terug. Dus we hebben we zien nu op dit moment een enorme invloed. Een cultureel, economische invloed. Die ontstaan is vanuit Europa. Het Westen. Het is een Europees ding. En we zien nu ook, terugkomend in deze crisisperiode, zien we dat de landen die wij eigenlijk min of meer toegeëigend hebben, want de bestaande bevolking hebben we verdrongen, als het ware, op wat voor manier dan ook. En je ziet nu dat dat de medestanders in de maatregelen zoals we die nu kennen en op ons af zien komen, de medestanders zijn precies die landen die wij in de geschiedenis hebben gebouwd. Ik zeg het wel heel netjes, maar ik bedoel het wat minder. Ja, je bedoelt natuurlijk dat de Verenigde Staten, Australië, dat soort landen, dat dus, ik noem dat altijd, zijn nu medestanders die ook aan het beleid meedoen. Ook aan de WOP, World Economic
Forum? Nee, of de... ik bedoel het andere, de gezondheidsorganisatie. De World. Ja. De WHO. Ja, ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te beginnen met te zeggen dat de Verenigde Staten, die natuurlijk een soort leider is geworden in de afgelopen 20e eeuw, tot nu toe, dat ik dat zie als een koloniale bezetting die nog steeds bestaat. Dus het is inderdaad een resultaat van iets. En daar hebben we natuurlijk ook Australië, Canada, Nieuw-Zeeland. Dus hoe bedoel ik dat? Het is zeg maar hetzelfde. Dus Nederland ging naar Indonesië. Ging daar op een gegeven moment ook een regime installeren. En dat heel, heel actief beleid voeren. En dat zou hetzelfde zijn als de Nederlanders daar de oorspronkelijke bevolking bijna zou hebben uitgemoord. Daar nog steeds zou zitten. En dat het dan Nederlands-Indië zou noemen. En dat was dan dat is de Verenigde Staten. Dat is Australië. Dat is Nieuw-Zeeland. Het zijn eigenlijk die ouderwetse, ik noem het de ouderwetse koloniale bezettingen, die in andere delen van de wereld zijn opgelost en waarin nieuwe zelfstandige staten zijn ontstaan, zoals de Republiek Indonesië. Ja, dat is geen Nederlands-Indië meer. Dat is een onafhankelijke staat geworden. Maar die, ik noem dat de oude stijl koloniale staten, zoals Amerika, die zijn er nog. En wat je ziet is dat in die lange geschiedenis van ongeveer 500 jaar, dat telkens een ander gebied, een soort van de machtscentra ging zitten voor een periode. En dat is Nederland een tijdje geweest in de 17e eeuw. Maar vervolgens hebben zij het stokje doorgegeven aan Engeland. Zeker de 18e, 19e eeuw is echt de tijd dat Engeland, dat ze zich op de borst klopte met: wij hebben een rijk waar de zon nooit ondergaat. En daarna zie je dus dat de opkomst van Amerika. En die perioden, die kennen dus een bepaalde eind. Dus ze zijn niet, het is niet duurzaam, het is niet houdbaar. En dat blijkt steeds weer. Dus moeten ze iets doen om zich te handhaven. En ik denk dat we dus nu voor de zoveelste keer kijken naar zo'n poging om zich opnieuw uit te vinden, om zich opnieuw in een andere vorm te gieten, maar wel met dezelfde kenmerken. Ja, maar dat is mooi. Maar dan vraag ik me dan toch af, wie zijn, waar komen die, waar komen die, waar komt die invloed vandaan? Dat is eerder Amerikaanse invloed dan dat het Europese invloed is. Dus je zou ook kunnen zeggen, wij hebben onze invloed of onze cultuur, onze economische systemen en uitgangspunten hebben we geëxporteerd naar al die landen. En die zijn daardoor tot bloei gekomen. De meest bloeiende is altijd Amerika geweest. En nu zie je ook dat de invloed van Amerika, dus als wereldmacht met een wereldmunt en met een ambitie om politie te zijn van over de hele wereld. Je ziet dat dat land aan de afgrond ligt, hè, economisch, ook cultureel, ook sociaal. Maar het lijkt alsof de kat hele rare sprongen maakt, omdat hij in nood zit en dus nu weer zijn belang in Europa heeft verstevigd en Europa weer in een positie brengt, een conflictueuze positie, waarin Europa dus weer afhankelijk gemaakt wordt, zoals na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd is, voor allerlei economische ontwikkelingen. Dus wat er is, kijk, ik zie dat Europa een geweldige periode heeft gehad, met ook met haar relatie en de ontwikkelingen met handel met China, hoewel dat niet door iedereen gedeeld wordt. Maar je ziet dat we heel erg goed aan het groeien waren. We waren ook aan het groeien met Rusland. En je ziet nu ook dat Amerika heeft eigenlijk alles doorgesneden en heeft zich helemaal gericht op Europa. Maar ja, ik zie dat toch iets anders. Omdat wat ik zie, is dus dat die banden, dus dat Amerika niet zo los staat. Er wordt natuurlijk soms een indruk gewekt alsof wij nu een soort van slachtoffer zijn van die Amerikanen en we meegezogen worden in dan wat Amerika met ons van plan is. Terwijl ik denk dat die banden, dus als je eerst inderdaad de VOC bekijkt en die vervolgens naar de machts ging naar Engeland. Maar dat betekende niet dat Nederland vanaf dat moment slachtoffer werd van Engeland. Integendeel.
Dus het klopt dat toen Nederland zeg maar wat minder invloedrijk werd en niet meer die vlaggen, niet meer de vlaggenvoerder was. Maar die was dermate afhankelijk zeg maar, van dat Engelse Rijk, dat ze dus altijd samen opgingen. Dus ja, er zijn natuurlijk ook altijd van die conflicten onderling, die zijn er ook altijd. Maar je ziet dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. En dat is ook met Engeland en Amerika. Ik bedoel, ze hebben zelfs oorlog tegen elkaar gevoerd. Ja, ja. Ik bedoel, die broeders en zusters in Amerika, die gingen zich dan weer afzetten tegen hun broeders in Europa. Dus ik bedoel, op het oog lijkt het dan tegenstellingen. En lijkt het alsof ze van elkaar af willen. Maar in de praktijk, als je ziet hoe al die clubjes waar mensen in zitten, al die juist die financiële instellingen, allerlei bedrijven, die zitten heel dicht bij elkaar. Dus ik zou zeggen, laten we ons niet afleiden door wat we op het eerste gezicht zien. Alsof Amerika ons in de greep houdt. Want dat zou betekenen, dan zouden we eigenlijk, ik denk dat we dan Europa tekort doen. Ik denk dat er net zoveel macht en verantwoordelijkheid hier ligt. En dat is dus omdat ze eigenlijk vanaf het begin, is dit een systeem wat over lijken gaat, maar wat eigenlijk ook zelfdestructief is, hoe raar dat ook klinkt. Ze [S2] Ja. [S1] Moeten dus steeds die resets doen, omdat het niet duurzaam is. Het is niet. Ze maken ook natuurlijk ondertussen alles kapot. Dus als je ziet waar ze vanaf het begin hoeveel ze kapot hebben gemaakt in de wereld qua natuur en ecologie, van alles. Ze gaan niet alleen over lijken, ze gaan ook over dierenleed, over alles heen. Hè? Dus, ja. Dus wat ik maar wil zeggen is dat ik zie niet dat Europa een soort van, oh, die waren eigenlijk best wel ineens vredelievend bezig en wilden best wel vriendjes zijn met China. Ik denk dat dus die manier van handelen, die heel inderdaad bijna soms absurd is. Dat je denkt, het is toch niet goed voor jezelf. Dat door de geschiedenis heen een terugkerend iets is. Het is niet een verstandig systeem. Het is niet logisch. Dan wil ik het heel graag hebben over het volgende onderwerp. En dat is de invloed van de adel en de koningshuizen in al deze processen. Ja, dat is ook weer zo'n rode draad inderdaad. Dus ja. Dat maakt dat. Er is soms de indruk gewekt dat het kapitalisme, dat gaat om bedrijven en die zijn juist anti-overheid, toch? Wij denken dan VVD, liberaal, dat zijn mensen die willen niet te veel bemoeienis, want die willen lekker op die markt kunnen spelen met elkaar, die zogenaamde vrije markt, en die willen niet te veel overheidsbemoeienis. Maar als je die geschiedenis gaat bestuderen van het kapitalisme, dan zie je ook dat ook die weer onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus die overheden, maar dus ook die koningshuizen, die vorstenhuizen, die feodale, eigenlijk oude feodale families, adellijken, dat die daar dus vaak, en begin 1900 bestond de hele regering uit alleen maar mensen van adel. En dus dat die met elkaar dat allemaal uitdokteren. En dat die CEO's van grote multinationals. Ik heb het dan wel over echt grote bedrijven. Ik bedoel, als jij gewoon een bakkertje bent ergens in een dorp, dan speel je natuurlijk ergens mee in de vrije markt zogenaamd. Maar daar heb ik het niet over. Het gaat echt, als je bedrijf zo uitgroeit, als een Albert Heijn of zo, dan ben je afhankelijk van die overheid, dan gaat er een relatie ontstaan die ze helpen elkaar dan verder. Ja, dus als dan een KLM op omvallen staat, dan komt die staat hem wel bijstaan. En dat zou dus nooit doen bij die bakker op de hoek. Nee. Dus op een bepaald niveau is dat niet los. Kunnen ze niet zonder elkaar? Ja, maar ik heb het ook wel over het, de ontwikkeling van het beleid. Hè? Zien we acteren op allerlei forums en bijeenkomsten. En ze heeft het over zaken die wij in de politiek en in de democratische processen niet tegenkomen. Dus het lijkt wel alsof de besluitvorming rondom allerlei vernieuwingen, dat die geheel buiten de discussie blijven. Ja. En dat ze dus in kleine groepjes worden gesmeed en worden uitgezet en gecreëerd. En dan zijn er heel veel, wat ik dan zeg, dat zijn de fracties en de conflicten tussen fracties. Kan je daar iets over zeggen? Hè? Want we hebben de vrijmetselaars, we hebben de rozenkruisers, maar er zijn ook nog andere verbindingen, ook tussen de koningshuizen.
Ik zie verschillende koningshuizen onder enorme druk gezet zijn. Je ziet een conflict in het Koningshuis van Engeland... Wat mega wordt opgeblazen door de media. Nou, de media zijn het sluitstuk van het overheidshandelen... en van de regeringsbesluiten. Dus op het moment dat de media daar aandacht aan besteedt... en het groter maakt dan dat het is, dan betekent het ook... Dan zit daar een besluit achter. Dat geldt ook voor wat er op dit moment met ons Nederlands Koningshuis aan de hand is. Er waren enorme protestacties tijdens de Prinsjesdag langs de route. Normaal gesproken, ik ben Hagenaar, dus ik weet het van binnenuit... is het zo dat als je wil protesteren met Prinsjesdag... dan word je buiten de stad gezet. En nu werd het gefaciliteerd door de politie. Ze kregen de voorkant. Dus er is aan de kant van de Nederlandse regering, CQ de overheid... is er blijkbaar iets aan het veranderen ten opzichte van het Koningshuis. Ja, dat weet ik niet. Ik zie die lange lijnen en ik zie dat het Koningshuis en de Oranjes... door de Nederlandse kapitalistische geschiedenis één grote rode draad zijn. En die hebben zo ontzettend veel geld daarmee verdiend. Dus het kan niet anders dan ook nu nog zitten ze daar met alle tentakels in. En dat zie je inderdaad als een stichting als Future NL, die al een paar jaar bestaat. Die was al dus in 2019 bezig met het aanbieden van onderwijspakket. En dat ging dan eigenlijk over allemaal thema's die wij nu in de Great Reset genoemd zien. En dan zie je dus, dan zitten er allemaal oranjes in het bestuur van die stichting. Er zit een Maxima, die gaat dan een proefles draaien voor zo'n klas. En die gaat dan allemaal vertellen hoe over chips en over allemaal dat soort zaken. Dus ik denk dat ze er tot hun nek in zitten. Of het zo is dat ze nu onder vuur liggen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Omdat ik ook mijn ervaring is dat soms iets wat dan aan de oppervlakte komt via zo'n gevestigd kanaal, in dit geval media, dat ze dat vaak ook niet het was wat het lijkt. Soms is het zelfs tegenovergestelde. Dus misschien moet er even gedaan worden alsof we heus wel kritisch zijn op hun. Hè? Dus dat kan ook een vorm zijn van juist het... dat er misschien, ik bedoel, in de wakkere beweging, om het maar zo te zeggen, is... Ja, staan ze niet positief bekend. Dus het kan van alles zijn. Ik zie nog niet gelijk dat ze dan onder de bus worden gegooid definitief. Of dat de banden met al die oude feodale families... of nieuwe feodale families, dat echt drastisch aan het veranderen is. En wat ik ook zou willen zeggen is... dat is in ieder geval bij mij gebleken uit mijn studie... naar hoe dat er in Indonesië aan toe ging onder die elite... dat kolonialen vechten elkaar altijd de tent uit. Dus het is een heel rommelig gebeuren aan één kant. Ik zeg niet dat er geen structuur is en geen beleid wordt gemaakt... Maar het is wel het zijn allemaal hele grote ego's. En het is een systeem waarin het ego, en dan bedoel ik een ego, een heel groot ego in een negatieve zin. Daar kan je heel veel mee. Dan kan je heel ver komen in dit systeem. Dus het is natuurlijk alleen al het idee dat je gaat halen, gaat afpersen aan de andere kant van de wereld. Geef mij jouw nootmuskaat, anders maak ik je af. Wat voor ego moet je dan hebben? Dus dat zijn de principes waaruit dit systeem handelt. Lang verhaal kort. Ik denk dat het een smerig spel is. Als je echt hoog in die regionen zit, is het net zo smerig. En is het echt hard tegen hard. En worden mensen ook onder de bus gegooid? Je had ook eerder Prins Bernhard natuurlijk, die ook heel veel zijn bemoeienis had met Indonesië. En daar ook nog westerlingen zo op de troon wilde helpen. En die is toch ook teruggefloten. Dus die heeft toch niet... He, de Amerikanen hadden een ander idee, een ander plan met Indonesië. En toen moest hij toch maar weer, werd hij toch een beetje kort gehouden. Dus dat zegt mij niet altijd alles. Maar dit raakt ook wel een beetje de kern van wat er aan de hand is. Omdat mijn stelling is dat deze regering, deze overheid, maar alle overheden... die hebben een gemeenschappelijke vijand nodig. En die vijand, dat zijn wij. De wakkere wereld. En die moet... Die moet zo klein mogelijk blijven. Maar op het moment dat die vijand er niet meer is... dan zijn ze elkaars vijand weer. Dus dit is ter compensatie van het feit... dat ze eigenlijk per definitie geschiedenis, vanuit de geschiedenis... altijd met elkaar gestreden hebben. Zijn wij nu, zeg maar, in verdikte vorm... zijn wij nu de vijand die klein gehouden wordt... maar die wel ervoor zorgt dat de neuzen één kant uitgaan...
aan de andere kant. Ik zou nog wel iets willen, daarop willen aanhaken. Omdat ik in die vorige gesprek hadden we het ook gehad over de hiërarchie. En wat ik zie is dat dus de mensen in het Westen... wordt heel makkelijk gepraat nu over dat wij dus in een slavisch systeem belanden. Dus dan wordt er eigenlijk gezegd, wij zijn dus de onderdrukte, wij zijn de slaven. Dat is allemaal heel... Maar die en dan is het dus ook een soort van... Oh ja, maar als je bewust bent, dus als je daar bewust van bent... dan is dat natuurlijk goed of zo. En als je niet bewust bent en je wordt dus als een schaap naar de slagbank geleid... dan is dat niet goed. Maar dan denk ik, in die lange geschiedenis... Zijn wij tot daders gemaakt. Niet alleen in... het is makkelijk praten over mijn opa... die daarheen is gestuurd en daadwerkelijk een gun in zijn hand kreeg... en op onschuldige mensen moest gaan schieten. Dat is heel hard, hè? Dat is heel concreet. Dan is er voor mij geen twijfel of je staat in dienst van een heel slecht systeem. Maar ook in ideologie. Dus hoe denken wij hier vanuit het Westen? Hoe zijn onze ideeën opgedrongen over andere mensen in deze wereld? En dat is, daarin zijn wij dan niet de slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Plus, dan denk ik terug aan bijvoorbeeld al die Afrikaanse mensen... die zijn verhandeld alsof ze dieren waren op schepen... Hè, naar dus de Amerika's, om daar als slaven te werken op plantages. Kijk, die mensen, daar kan je niet van zeggen dat die misschien niet bewust waren over hun situatie. Ik kan mij voorstellen, als jij zo in Afrika ergens wordt opgepakt... en je komt op zo'n schip, dat je enorm bewust bent dat dit onderdrukking is. Dus wat ik maar wil zeggen is, wij doen nu soms alsof er bewust van zijn... dat er met je gespeeld wordt, dat je dan nog steeds een soort... Dat je vrij waard of zo. En ik denk, ja, bewustwording is echt heel belangrijk. En ja, natuurlijk, mensen moeten hun onderzoek doen. En dan is het al één stap. Maar ik denk op een gegeven moment... er zijn al zoveel miljoenen mensen op deze planeet... slachtoffer geweest van dit systeem. En dat waren dus mensen die er niet uitzagen zoals jij en ik. Dus niet witte mensen over het algemeen. Die als ik dat allemaal zou vertellen over Indonesië, daar gruwel je van. En die mensen hadden niet de bewustwording nodig. Die wisten heel goed dat ze onderdrukt werden. En door wie? Dat wisten ze ook. Ze wisten dat die mensen uit Europa kwamen. Dus ik aarzel altijd om ons dan dus nu ineens in gelijke lijn te stellen met die grote misdaden die zijn begaan en de slachtoffers daarvan. Als wij ons niet eens daar bewust van zijn, dan denk ik, wij Nederlanders, laat ons eerst eens eventjes daar dan bewustwording in opdoen. Wat Nederland gedaan heeft en hoe onze ouders, voorouders, daarin daders zijn gemaakt, al dan niet bewust. Dat kan, hè? Je kan onbewust, met de beste bedoelingen, kan je een vreselijk iets begaan. Oké. Ja, dan hebben we het ook te maken met hoe krijg je nou hele bevolkingsgroepen, hoe krijg je die achter je aan? En ja, dat is communicatie. En een van de oudste communicatieprocessen is die van de religieuze bewegingen. Hoe kan je een bevolking schuldgevoel geven? Hoe kan je ze waardes meegeven die jou ten dienste staan? Die manipulatie aan de kant van de kerk is één van de factoren. Er zijn er ongetwijfeld veel meer nog. Kan je daar iets over zeggen? Ja, die zijn, als het op het komt op het vlak van ideologieën, die zijn gebruikt om de massa's, de ene kant dus vanuit het Westen zelf, moesten die mannen die op die schepen gingen, moesten tot daden worden aangezet die je als normaal mens niet zou doen. Ik bedoel, mijn opa, ik neem aan, als hij in zijn Zeeuwse dorp was gebleven, ging hij niet zomaar een onschuldige vrouw of kind doodschieten. En daar deed hij dat ineens. Zo iemand op al die niveaus, hè, want ik maak nadrukkelijk onderscheid in hiërarchie en dus ook verantwoordelijkheid. Ik vind iemand die dan in Den Haag zegt dat hij dat moet doen, is natuurlijk, zit hoger in de boom en draagt dus een veel grotere verantwoordelijkheid. Maar hoe gaan we daar dan mee om? En daar ontstaan aan één kant ideologieën, of ze worden natuurlijk al aangeleverd aan zo iemand. Ja. Dus mijn opa die krijgt natuurlijk allerlei verklaringen mee op zijn reis daarheen. Redenen waarom die dat mag doen. Waarom die ineens zo onmenselijk zich mag gedragen. Tegelijkertijd denk ik dat ze ook ontstaan vanuit... Ik denk dat ieder, zoals wij geboren worden met een intrinsiek besef van goed en kwaad.
dat je dus dan, als je iets heel ergs doet, dat je dan vanzelf dat gaat rechtpraten. Je gaat vanzelf rechtpraten wat krom is, anders kan je niet leven met jezelf. Dus ik denk dat het een wisselwerking is. Ik denk dat onze breinen daartoe zelf in staat zijn. En dat ze natuurlijk in de loop van de eeuwen zo sterk ontwikkeld zijn. Dus in kolonialisme is normaal gemaakt wat absoluut niet normaal is. Er wordt nog steeds over Nederlands-Indië gepraat. Alsof het gewoon echt van ons was. Dat zijn ideeën die dus in ons zijn geplant. En in het begin van die... Dus dan hebben we het echt over de 17e eeuw, 16e, 17e eeuw, dat Nederland opkwam. Waren wij natuurlijk, kwam dat Calvinisme hier heel sterk op. Hè? Dus die gereformeerde gedachtegangen van hoe de wereld... zij voelden zich natuurlijk beter dan die vreselijke katholieken. En laten we het nog maar niet over moslims hebben. Dat waren echt stelletje, daar keken ze echt op neer. En dan mensen die helemaal geen geloof hadden of die animistische natuurgeloven hadden. Nou, dat waren heidenen. Dus daarin zat een superioriteitsgevoel die misschien wel ergens juist verband houdt met een inferioriteitsgevoel. Want het moest natuurlijk hun daden, al hun misdaden, want ik bedoel, het waren gewoon barbaren wat ze deden. Het is gewoon barbaars gedrag. En daarvan gingen ze juist zeggen, wij zijn zo ontwikkeld en we komen daar ontwikkeling brengen. Maar het is barbaars gedrag, wat dus aan de hand van die religie goed gepraat werd, maar waarmee ook mensen tot acties zijn aangezet die ze anders nooit zouden doen. En om nog een stapje verder te maken, dus we zijn eerst was vooral die religie, dat element dat heel sterk aanwezig was. Maar ze hebben natuurlijk meerdere sporen waarmee ze dat kunnen bereiken. En wat je ziet, dat ze in de 18e, 19e eeuw komt die de wetenschap op. Nou, ja. Ik bedoel, hier hebben we ook genoeg gesprekken gezien waarop die wetenschap kritisch is bevraagd. Dus die wetenschap, juist die wetenschap is eigenlijk, ik noem dat ook, het heeft een functie gekregen van een soort intelligence. Dus het is een reservoir aan feiten, aan kennis, aan informatie over die volkeren die onderdrukt moesten worden. En dan kan zo'n willekeurige antropoloog, die misschien heel nuffig veel in de boeken zit en af en toe wat vogeltjes bestudeert op Sumatra, denken dat hij heel onschuldig bezig is. Maar al die wetenschappers met elkaar waren dus bezig met het aanbieden van informatie aan die beleidsmakers, die als ze die informatie nodig hadden, konden ze die daaruit plukken. Maar ook daar zit weer de ideologie in. Want ook daar zit de superioriteitsgedachte van als iets wetenschappelijk bewezen is, dan is dat zo. En toen zijn ze daar dus ook heel duidelijk, dus vanaf de 18e eeuw zijn ze dus echt racistische theorieën gaan bedenken. En dat, ze gingen op een gegeven moment natuurlijk, ze hebben toch dat element uiterlijk hebben ze gebruikt eigenlijk. Ze hebben misschien naar zichzelf gekeken en gedacht, ja, wat onderscheidt ons van al die volkeren? Dat is onze huidskleur. We zien een beetje, ja, tegenwoordig zeggen we wit, maar eigenlijk een beetje rozig, toch? Een beetje noemden ze ons rood, want we werden heel snel rood door die zon. Hè? We verbranden onze kop. Dus ja, dat waren roodhuiden, rode mensen. Maar dat zijn ze dus gaan zien als, ja, het is eigenlijk heel belachelijk, als dat is iets anders. En op basis van die lichamelijkheid hebben ze dus theorieën bedacht. Ze gingen schedel meten, ze gingen zeggen, ja, maar wij hebben echt wel meer capaciteit in onze hoofden zitten. Ze hebben natuurlijk nooit hard kunnen maken. Als je dat nu leest, dan lach je erom. Maar het is wel de ernst dat ze met die wetenschappelijke ideologieën, want het is geen echte wetenschap, pseudowetenschap, zijn ze wel zover gegaan dat hele volkeren, dat wij zelf ook zijn gaan denken dat we inderdaad iets beter zijn, maar ook dat de volkeren die ze onderdrukten zijn gaan denken dat donker is lelijk, is niet goed, dan ben ik niemand. Ik zie dat nog in Indonesië. Als jij daar zou lopen, dan willen ze met jou op de foto. Maar als jij een zwarte man was geweest, dan denken ze daar niet, gaan ze niet om je heen staan springen. Dus ja, het is, zo ver is dat gegaan. Het is natuurlijk een heel... Ja, en dan denken mensen, dan hoor ik nu vaak zeggen van ja, racisme, ja, ik zie geen kleur en iedereen is voor mij gelijk. Maar dan denk ik, onderschat niet hoe zoveel eeuwen, hoe dat doorwerkt en dat je dus helemaal niet bewust kunt zijn van op welke maniertjes je nog steeds zo denkt.
Ja, in de context van wat wij doen en wat we ontmoeten. Hè. We hebben kranten, we hebben televisie, we hebben cultuur, kunst, theater, muziek, et cetera. En wat, ik kom zelf uit de kunstwereld. En wat je ziet is dat daar in de 70e jaren zo'n beetje langzaam, nou, iets later, 80e jaren, heeft de overheid enorme grip gekregen, met subsidie over het algemeen, op de uitoefenen van kunstprojecten. Dus ook bij individuele kunstenaars. Die krijgen geld op het moment dat ze zich houden aan de onderwerpen en de invloed van de overheid. En daar niet van afwijken. Dat is ook één van de redenen waarom je in de cultuur bijna niemand tegenkwam die zich tegen de coronamaatregelen hebben gericht, terwijl ze verdomd goed weten dat niet... Hè, want niets is zo kritisch als een kunstenaar in principe. Maar ze wisten het en ze hebben hun mond gehouden. Nou, daar zullen we ooit nog wel eens een serie programma's over maken. Maar wat ik, zeg maar, in die beïnvloeding van woke, et cetera, kom ik ook Netflix, in de bioscoop, et cetera, Amerikaanse televisiefilms, Amerikaanse series, Amerikaanse films, bioscoopfilms. Ze hebben allemaal, ze duiden als het ware en bevestigen het goede en het kwade. De gevechten, de politie, die, maar ook corruptie trouwens. Ook corruptie wordt in beeld gebracht. Maar dan zie je ook dat corruptie wordt gekleefd aan mensen en geld en niet zozeer aan macht. En zo zie je dat wij eigenlijk allemaal continu onder invloed staan van eigenlijk van via dus dit soort uitingen van de overheden en van de regeringsbesluiten. Maar het is heel massaal. En het is ook heel moeilijk om je daar los van te maken. Ja, en het is soms ook, ik zeg altijd, je weet bijna niet meer waar de leugen dan in schuilt. Hè? Want het is allemaal leugen om ons heen. Maar toch kun je wel, hè, als we zelf gaan onderzoeken, kun je toch achter dingen komen. Ja, maar je creëert ook je eigen leugens. Hè? Ik bedoel, je maakt van ieder verhaal wat je tegenkomt, maak je ook je eigen verhaal. Ja, maar ik geloof wel dat waarheid bestaat en dat je die ook kunt vinden. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, er is geen waarheid, want inderdaad is het allemaal subjectief. Nou, dat geloof ik niet. Je hebt feiten. Maar de interpretatie van feiten, dat is niet waarheid. Maar goed, dat is een discussie. Ja, dat is een andere. Ik geloof wel dat er een waarheid... Dat is bijna een filosofische discussie. Maar ik kom zelf ook dus van oorsprong uit de kunstwereld. En ik heb kunstacademie gedaan, fotografie. En ik ben er ook helemaal klaar mee. Ik ga niet eens meer naar musea. Ik trek het gewoon niet meer. Maar wat het rare is juist dat ik ben dus sinds een jaar of 13 echt actief bezig met geschiedenis. Ik heb uiteindelijk ook nog een master koloniale geschiedenis in Leiden gedaan. Met heel veel conflict trouwens. Maar omdat ik daar ook gewoon tegen de marges stuiten van dit mag wel gezegd worden en dit mag niet. Dus in de praktijk, door mijn mening, word ik buitengesloten. Want heel veel van mijn, wat misschien rechtse mensen zouden dat als linkse mensen aanduiden. Heel veel van die mensen die met kolonialisme, racisme bezig zijn, die spugen mij uit. Want enerzijds misschien omdat ik ook een wappie ben, hè, volgens hun. Maar ook omdat ik dus te radicaal ben, volgens hun. Ze vinden dat ik te extreem ben, omdat ik dus zeg dat hele systeem deugt niet. Ja. Terwijl zij profiteren ervan mee, zij krijgen die subsidies. En wat je ziet is dat het kolonialisme, racisme, is een verdienmodel geworden. Dus, en dat is met heel veel onderwerpen zo. Dat heb je natuurlijk ook met het klimaat. Het zijn heel veel onderwerpen die het systeem toe-eigent. Het wordt gekaapt. Maar daarmee moet je dus niet denken dat die onderwerpen zelf onzin zijn. Dus wat ik nou net allemaal heb verteld over racisme als ideologie, die al eeuwenlang is opgedragen, dat is zo. Alleen, daar ontstaat vaak uit kleinere grassroot-bewegingen kritiek op het systeem en de werking van het systeem. En het systeem antwoordt altijd. Maar hoe antwoorden ze? Heel, heel slinks, door dus iets te verzwakken en het toe te eigenen en dan zelf die informatiestroom daarover te beheren. Maar je zult altijd zien. Dus daarom moet je ook juist kijken. Wie praat er over racisme? Wie kaart het aan? Maar wie wordt niet uitgenodigd op de NPO? Want die zijn interessant. Ja, dat is. De context is altijd interessanter dan het onderwerp zelf en de gebeurtenis. Wij kijken bij Weltschmidt altijd naar de context. Waarom zegt iemand dat?
waarom wordt er op die manier gereageerd door anderen en wie zijn dat die reageren, et cetera. Die context is bepalend voor nou ja, zeg maar de waarheidsvinding, tussen aanhalingstekens. Maar ik kom dan ook juist in die, zeg maar, ja, zo maar even de wakkere beweging noemen, die natuurlijk ook heel divers is, maar daar kom ik dan ook weer tegen dat ik dan juist uitgescholden word voor wokie. Dus ja. Mensen gebruiken dat woord als een scheldwoord. Ik geloof dat het in het begin, net als, dat vind ik ook zo ironisch, wij zeggen wakker, wat de Nederlandse vertaling is van woke. En in het begin werd woke ook zo gebruikt in de antiracismebeweging, dat men bedoelde, iemand snapt en is bewust van racisme. Ja. Maar op een gegeven moment is dat dus ook gewoon een leeg containerbegrip, of nou, scheldwoord geworden vanuit rechts, om eigenlijk iedereen die praat over waar ik het over heb, om gelijk die van tafel te vegen en de mond te snoeren. En dat vind ik wel jammer, want ik denk, nou ja, ik word door jou niet de mond gesnoerd, dus dat ben ik nogmaals heel blij mee. Maar dat is met heel veel van die onderwerpen, dus ook met klimaat zo, dat als je daar, als het systeem met oplossingen komt voor een probleem wat zij zelf, Ja, gecreëerd hebben. Ja. Dan ja. Moet je dat natuurlijk nooit vertrouwen. Dus dat is ook met al die onderzoeken die gedaan worden naar slavernij, naar die excuses van die koning aan Indonesië. Nou, dan zou ik nog een uitzending nodig moeten hebben om dat uit te leggen. Maar dat slaat werkelijk helemaal nergens maar op. Maar de grap is dat er worden dus onderwerpen worden er uit de, zeg maar, de oude doos gelicht, tegen het licht aangehouden en gezegd van jongens, dat willen we nooit meer. Excuses hiervoor. Terwijl ze onderliggend het weer aan het opbouwen zijn. Als je het over slavernij hebt en je excuus over slavernij, dan zou je dat wereldwijd moeten doen, dat excuus. Als je dat al nodig is, trouwens, maar dat is een andere discussie. Maar terwijl je dus met je rechterhand dit aanbiedt, hè, jongens, spijt ons, dat hadden we nooit moeten doen. En links ben je het aan het doen, aan het uitoefenen. Absoluut. Ja. Maar dat is dus wat ik zelf zie als wat de trucje van de goochelaar is. Hè. Ja. In deze hand laat je het publiek zien en in de andere hand doe je het echte werk. Ja, en daarom, ik snap het dus niet, ook niet van mensen die dan wel die 500 jaar ook bestuderen en misschien op sommige punten dat ik daarmee eens ben, maar dat die dan vervolgens gaan pleiten voor om te prikken. En omdat die zien die link dus niet. Dus dat bestaat, maar andersom bestaat dus ook. Er is zoveel naïviteit. Dat mensen wel bewust zijn over dan dat je dus die prikagenda, dat niet deugt. En die Great Reset. Maar vervolgens dat ze dan dus, als jij met, ja, maar 500 jaar dit en dat, dan dat is allemaal, dat viel allemaal wel mee en is niet waar. Dus ik denk dat we daar nog heel veel te doen hebben. Dat daar nog heel veel misschien meer over gepraat en nagedacht moet worden om die link wel te maken. En wat ook misschien mensen, want dan hoor je ook heel veel dat... Mag ik je even onderbreken? Ja. Want anders vergeet ik het en ik vind het te belangrijk. Nu.nl, waar ik dus dagelijks even op kijk om te zien hoe het regeringsdenken plaatsvindt. Die kwam met een CBS-artikeltje over dat er inderdaad een oversterfte is. Hè? En het probleem was dat ze weten absoluut niet waar het vandaan komt. Het kan ouderdom zijn, het kan het vallen zijn. Nou ja, ze hadden daar allerlei mogelijkheden zou het kunnen zijn, maar het was onmogelijk om dat uit te zoeken. Ze wisten één ding zeker. Het kwam niet door het vaccin. Ja, dat kan niet. En dan denk ik van, ja, weet je, je weet niet hoe het jongetje heet, maar je weet wel dat hij geen Piet heet. Ja. Dat is een beetje de verklaring. En dat is op zich niet erg dat ze dat doen. Wat ik zo erg vind, is dat het niet opvalt, dat mensen het niet zien. Dat ze niet zien dat ze in een ongelofelijke theatershow terecht zijn gekomen. Waar hele slechte acteurs inspelen, met hele slechte scripts. En ze zien het niet. Nee. Maar ja, waarom zien mensen dan kolonialisme en racisme niet? Dus mensen die wakker zijn, zouden zich eens, ja, en wel dat scheldwoord woke gebruiken, die zou ik willen adviseren, trap niet in wat die gevestigde media jou voorschotelt over wat dan de discussie daarover zou zijn. Want dat zijn die stroopoppen die zij zien. En die denken dan dus dat dat de hele discussie is. Ja. En dan denk ik, misschien kunnen we het, is het een, het is een zijstraatje, maar ik had graag wat willen laten zien van de film Moeder Dao.
Dat is een film die door Vincent van Monnikendam in elkaar is gezet. Maar het zijn dus hele oude filmbeelden uit zeg maar 1912, 1920 in Indonesië. Dus tijdens de bezetting van Nederland daar. En dus mensen die dan met woke... He, woke is onzin. Die zouden misschien die films kunnen kijken. Hij staat ook op YouTube in meerdere delen. Moeder Dao. En hij wordt in maart... zal die nog een keer... gepubliceerd worden. Nou ja, dan wordt hij in een filmavond in bij Pakhuis de Zwijger. Dus hou die website in de gaten. En die film, waarom noem ik die? Omdat die heel goed laat zien... zeg maar, dat beeld... Dus dat als je die beelden tot je door laat dringen... Dan besef je dus wat ik net allemaal bedoelde. Ik kan het misschien in 1000 woorden niet zo goed uitleggen... als die filmbeelden dat in your face laten zien... hoe hele mensenmassa's daar, dus al die Indonesiërs... Aan het zwoegen zijn voor die witte mannen in die witte pakken... met die witte hoeden, die alleen maar bevelen uitdelen. En die hele industriële machine draaiende hielen. Dus je ziet dan dus de tabaksindustrie, je ziet de koffie, je ziet die oliemaatschappijen. Je ziet al die mensen echt zich kapot werken. Voor wat? Voor datzelfde project. Ik vind het een heel mooi einde. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is wel een heel mooi einde. Ik zorg ervoor dat de link naar die film onder deze video komt te staan. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer.